allemaal vrij nieuw, maar ja, dat bevalt tot nu super goed. Het is gewoon heel leerzaam en ja, elke dag werken wij om beter te worden natuurlijk. En ja, tot nu toe gaat het wel goed. Het is ook nieuwigheid natuurlijk, maar nieuwigheid ja, dat is ook wel leerzaam denk ik. En ja, zeker met de kennis die hier zit, ja, moet je daar gewoon goed naar luisteren en proberen zoveel mogelijk op te nemen. En dan ja, dat ook uit te voeren of mee te nemen richting de toekomst en de trainingen die nog komen. Ja, totaal anders dan je gewend bent, de benadering zoals hier, of niet? Ja, absoluut, absoluut. Dit is niet te vergelijken met voorheen bij de nieuwelingen en junioren natuurlijk. Het is een grote stap, maar ja, wel een hele mooie. Wat vind jij prettig in zo'n benadering? Wat pak jij aan, zeg maar, aan ingrediënten die ze hier aanleveren? Ja, van alles. Van gewoon trainingsleer tot voeding inderdaad. Zijn hier heel veel mensen die een hoop van alle aspecten af weten. En ja, om overal een beetje mee te pikken is natuurlijk is hartstikke mooi. Ja, een ander mooi aspect is natuurlijk dat je hier eigenlijk ook vooral op trainingskamp als dit met de World Tour ploeg zit. En dus ook gewoon met die, nou ja, laten we ze even de grote jongens noemen. Dat je daar ook gewoon mee in aanraking komt. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is natuurlijk hartstikke speciaal. De afgelopen jaren zie je ze allemaal op tv. En ja, sta je daar eigenlijk nog ver vanaf, zeg maar. En is het echt een ver van je bedshow. En nu sta je op, loop je naar het ontbijt en dan zit je aan tafel naast die mannen. En dat is natuurlijk ja, super vet. En ja... Ik kijk toch wel een beetje op tegen die mannen. En, maar ja, om dan zo dichtbij te zijn, ja, dat is wel super gaaf. Voel je dan echt een klein kereltje? Of doe je dan wat stoerder voor dan je bent? Nee, je voelt je af en toe nog wel een kleine jongen die nog weinig heeft gepresteerd vergeleken met een hoop van die mannen natuurlijk. Wat die allemaal op hun palmares hebben staan. Daar kan je alleen maar van dromen natuurlijk. En uiteindelijk is dat iets waar wij allemaal uit het development team ook... Ja, ook van dromen en ja, dat maakt wel mooi. Ik zit nu nog in mijn laatste jaar, of VWO deels. Ik doe nu nog drie vakken en hopelijk rond ik dat eind mei af. En dan ja, de rest van de zomer zonder school de focus volledig op wielrennen. Gaan die boeken eigenlijk mee op zo'n trainingskamp of is het niet zo? Ja, het is dat mijn moeder het zegt, maar anders dan laat ik ze thuis. En ik heb er ook nog geen open gehad, moet ik zeggen. Maar ja, nee, het liefst niet. Nee. Laat ze dit op school maar niet horen. Nee. Ik had eigenlijk nog toetsweek deze week ook, dus nou ja, ze zullen wel blij mee zijn. Maar, Dat betekent wel dat je er 100% ervan overtuigd bent dat het dit moet zijn, zeg maar. Ja, nou, dat ook niet helemaal natuurlijk. Je moet dat wel... ja, ook rekening houden dat je iets op zak hebt, zeg maar, want een diploma is toch ook wel handig in het vervolg, of wat, met wat eventueel komen gaat. Wat voor soort type renner ben je nou? Is het rondewerk, is het klassiekerswerk? Nee, rondewerk zal het niet zijn, zeg maar. Maar ja, ik ben nu 18 jaar en het is ook lastig om nu al, zeg maar... Ik vind het lastig om mezelf nu al helemaal in een hokje te plaatsen, zeg maar. En er zijn natuurlijk ook nog een hoop vragen die gewoon open zijn en ja. Maar rondewerk zeg je gelijk nee. Nee. Dus daar ben je wel over uit. Ja. Waarom ligt dat je dan niet, denk je? Ja, omdat ik niet zwart een berg op kan rijden als, als een hoop andere jongens, zeg maar. Dus nee, ja, bij de junioren en dan heb je ook al natuurlijk bepaalde kwaliteiten die, waardoor je wedstrijden kan winnen, zeg maar. En in mijn geval was dat dan meestal de sprint. En ik denk dat, ja, dat ik iets moois kan laten zien als ik... Als ik gewoon meedoe om de overwinning in de massasprint bijvoorbeeld. Of ja, gewoon echt in de finale goed mee kan doen. En kan laten zien dat ik ja, in staat ben om koers te winnen. En ja, of dat in bijvoorbeeld in een sprint zoals ja, gewoon een massasprint of zo. Weet je wel. En,
Dat zie jij wel voor je. Ja, dat zie ik wel zitten.